leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een ochtendroutine. In deze video ga ik jullie laten zien hoe mijn ochtendroutine er door de week uitziet. Ik moet zeggen dat ik deze ochtend iets meer tijd had, waardoor het makkelijker was om wat uitgebreider te filmen. Maar dit is wel hoe mijn ochtenden eruit zien. Dus ik hoop dat je zin hebt in deze video. Als je zin hebt, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren hieronder om meer van mij te zien. En laten we beginnen met deze video. Goedemorgen, ik ben net wakker geworden en ik slaap op dit moment in de badkamer. Vandaar het verschrikkelijke licht en dit verschrikkelijke geluid. Maar daar kan ik nu heel even niks aan doen. Het eerste wat ik doe als ik net wakker ben is, ik loop dus direct naar de badkamer. En ik ga eigenlijk gelijk douchen, dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ga alleen mijn haar nu direct vastmaken omdat ik deze gisteren heb gewassen. Dus dat hoef ik vandaag niet te doen. Dus ik maak even snel een knot op mijn hoofd, zodat mijn haren niet nat worden. Ik heb gisteren mijn haar gewassen, dus meestal kan ik wel 3 tot 4 dagen met mijn haar doen. Omdat ik vandaag mijn haar niet hoef te wassen, gebruik ik niet zo heel veel producten onder de douche. Maar ik gebruik wel deze cleanser van Clay & Glow. Hiermee maak ik mijn gezicht schoon. En daarvoor gebruik ik deze tool. Dit is, ik weet even niet hoe dit heet, maar hier doe ik de cleanser op. En daar ga ik mee over mijn gezicht, om mijn gezicht mee schoon te maken. En verder gebruik ik gewoon een hele simpele douchegel die in de douche staat om mijn lichaam mee te wassen. Het scheelt mij echt enorm als ik mijn haar niet hoef te wassen. Ik ben uit de douche en ik ga nu mijn skincare doen. Ik doe wel even mijn haar los, want anders krijg ik zo'n knik in mijn haar. En dat wil ik niet. Normaal gesproken doe ik mijn skincare in de badkamer. Alleen het licht en het geluid is echt verschrikkelijk daar. Dus ik doe het nu heel even hier. Ik ga wel echt gelijk beginnen met mijn skincare, want mijn huid is op dit moment echt heel droog daarbuiten. Ik begin gelijk met het serum van Clay & Glow. Mijn huid is alleen de afgelopen maanden niet top. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Maar ik ben gewoon echt bleek. En het viel me vanochtend op dat ik echt enorme ballen heb. Dus dat komt er ook nog eens bij kijken. En mijn huid is op dit moment echt heel droog. Zo, als hij erop zit ga ik door naar een zonnebrand. Ook van Clay & Glow. Ik heb deze de hele zomer gebruikt. En ik gebruik hem elke dag nog steeds. Want sowieso is het heel belangrijk om elke dag zonnebrand op te doen. Zelfs als de zon niet schijnt. Maar deze van Clay & Glow vind ik zo fijn. Omdat hij dus niet plakken en het voelt echt als een soort crème. Helemaal als ik hem de hele dag moet dragen, dan is het niet fijn om zo'n vettige huid te hebben en eentje die plakt. Dus deze van Clay & Glow is echt top. En dan mijn crème. Deze hydrateert mijn huid nog het meeste. Een crème van Clay & Glow, dus een moisturizer. En ik vind deze echt top, want die hydrateert mijn huid heel erg goed. Ook deze doe ik even overal. Ik probeer soms zo'n 2 keer per week een masker en alles op te doen voor mijn huid. Omdat het de laatste tijd heel droog en soms wat slechter is. Maar dat gaat niet altijd. Soms vergeet ik het gewoon echt. Dus ik probeer dan op zijn minst 1 keer in de week. Maar ik denk dat ik binnenkort weer even zo'n hele uitgebreide selfcare ga doen. Echt met even wat maskers. Masker onder mijn ogen. Haarmasker. Alles. Want ik voel gewoon weer dat dat echt even nodig is. En ik denk dat het wel leuk is om daar misschien een avondroutine, selfcareavond aan vast te maken als video. Dus ik denk dat het ook wel leuk is om op te nemen. Dus die komt dan binnenkort nog online. Dan is het tijd om mezelf even aan te kleden. Ik leg eigenlijk altijd de avond tevoren mijn kleding klaar. Helemaal als ik in de ochtend vroeg op moet. Want dan hoef ik er niet over na te denken. Nu heb ik wat klaar liggen. Ik weet alleen niet of ik het leuk vind. Dus ik trek het voor nu aan. Grote kans dat ik het zo meteen verander, maar voor nu doe ik dat even aan. Ik heb hier namelijk een beige broek. Je kan het niet echt goed zien, maar deze ga ik denk ik even aandoen. En dan heb ik ook nog een gestreepte blouseje. Ik dacht misschien dit in de broek doen of zo. Dan moet ik heel even kijken of het leuk is. Ik weet inderdaad niet of dit de outfit wordt, want ik weet niet of ik dit leuk vind op elkaar. Zo, ik denk dat dit voor nu nog wel kan. Misschien nog wel met een blazer eroverheen zo meteen. Maar voor nu vind ik het eigenlijk al prima. De broek die ik nu aan heb is van de Pull&Bear. En de top is van Stradivarius. En ik denk dat ik het wel op zich
oké vindt bij elkaar. Dus ik hou deze nu even aan. Tijd om naar beneden te gaan. Ik moet namelijk even een ontbijtje maken. Het eerste wat ik doe als ik beneden kom is ik loop eigenlijk gelijk door naar achter. Dan ga ik altijd even goedemorgen zeggen tegen Boer. Hallo schatje. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, ik heb een witte broek aan. Hey, vullen ze af, Gisello. Oh, goedemorgen. Goedemorgen, schatje. Oh, kijk eens. Oh, hallo. Jij is braaf. Heb je lekker gegeten? Ja? Wil jij een snoepje? Wil jij een snoepje? Kijk eens. Alsjeblieft. Het allereerste wat ik neem in de ochtend is eigenlijk altijd water. Omdat ik gewoon echt heel veel dorst heb als ik wakker ben. Dus even een glas water drinken. Zo, die is op. Dat is lekker. En dan ga ik mijn ontbijt maken. Alleen ik kwam er dus net achter dat mijn ontbijt op is. Ik neem in de ochtend eigenlijk de laatste tijd best wel vaak kwark met muesli. Omdat ik in de ochtend best wel moeilijker eten ben. Ik heb eigenlijk nergens zin in. Eigenlijk de enige reden waarom ik in de ochtend eet is zodat ik niet in anderhalf uur al gelijk honger heb. Maar goed, nu hebben we mijn ontbijt niet. We hebben wel brood, maar ik heb er zo zin in. En ik moet zeggen, als ik zo'n glas water op heb, dan zit ik heel snel vol. Dus ik zit eigenlijk over na te denken dat als ik straks de deur uit ga, dat ik onderweg iets van ontbijt ga halen. Doe ik eigenlijk nooit. Maar vandaag voelt het een beetje zo. Dus ik denk dat dat is wat we vandaag gaan doen. Normaal gesproken eet ik mijn ontbijt tijdens dat ik mezelf opmaak. Want ik heb niet zoveel tijd in de ochtend. Dus dan gaat het gewoon wat sneller. Aangezien ik nu geen ontbijt heb, ga ik maar gewoon gelijk mijn tanden poetsen. Normaal gesproken doe ik dat dus ook na mijn make-up. Maar nu kan ik dat gelijk doen. Aangezien ik mijn ontbijt zo meteen pas ga halen. Dus dat scheelt. Als ik terug ben in mijn kamer, maak ik eigenlijk altijd gelijk mijn bed op. Want als je bed opgemaakt, dan is gelijk heel je kamer opgeruimd. Dus dat doe ik eigenlijk altijd gelijk. Kijk, dat is tegelijk zoveel beter. Ik heb alleen nog deze lelijke kussens die ik nog opleg, omdat ik deze nu nog heb. Ik moet eigenlijk even nieuwe kussens zoeken, dus daar moeten we even niet letten. Dan is het nu eindelijk tijd voor make-up. Ik ga even snel make-up op mijn hoofd smeren. Ik ga jullie niet nu mijn hele make-up routine laten zien. Want er is laatst een video online gekomen met mijn make-up routine. Dus als je die wilt zien, dan moet je even die video kijken. Ik zal hem heel even linken in de beschrijving. Make-up is helemaal af. Het ziet er veel beter uit. Ik weet niet wat er aan de hand was vandaag, maar ik had echt enorme wallen. En mijn huid was echt heel erg droog. Dus met make-up is wat beter. En nu is het tijd voor mijn haar. Ik heb mijn haar echt bijna altijd gekruld. Omdat ik dat gewoon veel mooier vind bij mezelf. Ik vind stijl ook wel leuk. Alleen meestal na één dag vind ik het niet meer leuk. Omdat het dan aan het eind van de dag echt helemaal plat is. Dus ik vind krullen bij mezelf vaak het mooist. En ik maak mijn krullen met mijn krultang. Omdat het gewoon het snelst gaat. En het is gewoon echt heel erg makkelijk. Ik pak een plukje, draai hem om de tang. En dan ga ik naar beneden werken. En aan het einde van de pluk draai ik de tang nog een keertje. Zo, en dan heb ik een krul. En de krul zijn al niet te strak. En als mijn haar dan is uitgezakt, dan is het heel natuurlijk een beetje slag. Dus dat doe ik met mijn hele haar. Ik heb mijn haar helemaal uitgeschud en haar laat ingaan en dat is nu klaar. En nu is het tijd om beneden mijn jas aan te trekken, mijn schoenen aan te doen en er vandoor te gaan. Dus dan was dit mijn ochtendroutine. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren hieronder om meer van mij te zien. En dan zie ik je ook bij mijn volgende video weer. Doei!